Oké, we zijn er, jongens. We gaan nu het park in. Ik ga daar even niet filmen. Jullie moeten zelf maar achterkomen wat er zeg maar, hoe je er moet komen, maar dat kunnen we namelijk niet zeggen zoals ik klaar maken. Dit ziet er echt zo chill uit. Kijk dit dan. Oh. Hey, we gaan dus nu we zitten dus in dit ding. En jongens, we gaan natuurlijk eerst de tand sminkelen. Ja. En Chimpies, de Ritomorn. Jongens, dit is best funny. Hey, mag ik even de maat? Het staat te laat. Daar mag ik straks bij. Wie wil aan mijn tonaartje? Dit. En Meerte, wil jij deze? Hey, Bas? Tot zo. Jongens, we zijn klaar met eten nu. We zijn bij de Ninjago.
Dit lijkt me, dit is echt heel erg cool. Dit is echt cool. Oh mijn god. Dit is echt zo chill. Jongens, hier is Kai. Hier is Kai met zijn tornado. Oh, als je zo een zwaard eruit kan trekken. Echt chill. En daar is Jay. Oh my god, het is zo cool. En hier is Lloyd. Lloyd. Het enige die ik nu nog wist is Shane. Maar dan gaan we het eind van de ride wel kijken. Want jongen, dit is zo cool. Echt waar. Oké, we gaan dus nu in een taxi van Ninjago. Dit wordt echt heel erg cool. Zie dit. En dan dit. En dat zijn de elementzwaarden. Echt heel cool gemaakt. Kai, Jay, Lloyd en Zane. Maar ik heb Zane nog niet buiten gezien, dus daar gaan we zo meteen van kijken. Dat is wat we gaan doen, dus heel leuk. Ik heb Zee nog niet gezien. Ik heb alleen het laatste stukje gefilmd. Want, ik wist niet of het mocht. Dus. Daar is Kai weer. Super cool. We gaan nog één attractie doen en dan gaan we weer naar huis toe. Oké, jongens, het is niet allowed te filmen deze attractie. Dus ik ga niet filmen. Maar ik zie het er nog. Ja, dan gaan we lekker vervelend. Sorry dat ik niet film, maar dat is eigenlijk ook niet mijn schuld. De camera misschien kapot, maar
toch, het was wel leuk. Dus, maar nu gaan we weer terug naar huis. En ik vond het heel leuk in Legoland. Maar ik zie jullie zo meteen in de auto weer dan. Oké, jongens, dat was het dagje Legoland weer. En dan zie ik jullie zo meteen in de auto weer. En dan gaan we vertellen hoe het was. Oké, jongens, dat was het dagje wel weer. Ik zit er in de auto. En we gaan zo weg. Het is hier superleuk daar. Mag ik hem eens vast? Jongens, we zijn alweer terug. En al een aardig tijdje. Jongens, daar ben ik eigenlijk. Lekker, hè? Knank, worst, sminkelen. Ik zou nu hier verwende rollen. Dus, ik zie jullie zo meteen als we gaan eten. Oké, we gaan nu even geocachen. Dat wordt heel erg leuk. Waar zit die? Nee. Ja, we wouden. Je mag hem nog niet hebben. Oké, jongens, bij poging 1 hebben we niets gevonden. We gaan door naar poging 2. Oké, we zijn bijna aangekomen bij de volgende cache. Oké, ik zie jullie als we bij de cache zijn dan. Ik weet niet eigenlijk staan even hier mag komen. We hebben deze cache gevonden. En stofverwarming kan nog niet aan, maar we gaan door naar de tweede cache. Jongens, we hebben de derde keer de tweede cache gevonden. Want de eerste hadden we natuurlijk niet gevonden. En we gaan door naar de vierde misschien. Jongens, we hebben helaas de cache niet gevonden. Maar niet zo heel erg. Sorry als jullie last hebben van de wind. Ik krijg het later in de auto anders nog een keer uit. Oké, dus jullie hadden last van de wind denk ik, maar we hebben de geocache niet gevonden. Ja, dat was jammer, maar ja, het was zo moeilijk zoeken. Dus jongens, we zitten al best lang in de auto nu, zodat ik vergeet te filmen. Ik was even aan het YouTuben, dus ik ben nog eentje gered. Maar we gaan nu door naar de volgende camping. En dan gaan we natuurlijk ook weer exploren. Verkennen we ook wel gewoon. En dan ik vlog af en toe wel in de auto nog even. Maar ja, ik zie jullie zo meteen nog af. Af en toe. Jongens, we zijn aangekomen op de camping en er is daar zo'n springding. En er is daar zo'n springding. Maar wij gaan natuurlijk naar de verlaten huizen toe. En ik ga proberen het er tenminste te doen. Want ik weet niet of we daar dan in kunnen. Maar ja, ik zie jullie zo meteen dan wel weer. Jongens, we zijn er best wel lang. Ik probeer de winter microfoon even dicht te houden. Weet je maar. We gaan. Oké, jongens, dus Jent is even naar het. Speeltijdje gaan en nu ga ik even mijn camera binnenleggen en gewoon daarboven, want anders dan gaat hij dadelijk kapot door de regen, want het gaat regenen en dan zie ik jullie zo. Oké, jongens, sorry dat ik zo best wel lang niet heb gevlogd, maar dat komt, het is nu echt over 7 al. En maar mijn batterij was helemaal leeg en dat was niet zo leuk, dus ja, ik probeer wat te filmen nog, maar ja, ik ga morgen. Jongens, morgen heb ik een insane ID. Jongens, morgen gaan we met. We gaan lekker chipsjes eten. Chipjes eten. Ja. Schuiven meer. Oké, jongens, we gaan lekker film kijken. Het wordt heel leuk. Ja, dus we gaan lekker door. En jongens, dan zie ik jullie. Misschien zo nog even. Jongens, zoals jullie kunnen zien, zit hier een hele creepy tunnel. En wat wij gaan doen, is wij gaan in deze tunnel. En het is heel donker, het is namelijk 9:30. Maar we gaan in deze tunnel nu. Helemaal bagger. Oké, ik denk dat het klein is, want daar is al net... Oh mijn god. Dit is net zo'n echte rioolbuis. Ik ga even naar beneden. Oh my god. Ja. Yeah. Hey, hier gaan we gewoon rechtdoor. Hier kunnen we rechtdoor.
Oké, hier is de uitgang. Hier is een uitgang. En daar ook. Hier is ook een uitgang. Hier, wacht, kunnen we hier nog langs? Heb je hier nog? Ja, hier zit nog een afslag. Er komt het goed aan. Yes. Nee, hier zit niets meer. Oké, okay. Dat was best een idee. Ik denk dat we hier moeten blijven filmen. Kijk uit voor de modder. Het is hier heel modderig en slippy. Er lopen hier nu mensen in, hè? Ja, daar kom ik. Ik wist dat daar iemand aan ging. Jongens. Als jullie afvragen, nou, heb ik geen gisteren een opname gemaakt. Nou, er kwam iets en toen heb ik allemaal beeld zwart. Dus hier komt ie. Jongens, bedankt voor het kijken naar vandaag en dan zie ik jullie morgen weer. Jongens, we gaan een soort horror verstoppertje doen, zeg maar. In die buis en het wordt heel leuk. Dus ik zie jullie bij de buis. Jongens, ik denk dat niet dat het zo heel lang goed weer gaat blijven. Dus we gaan proberen in de buis te blijven, zoveel mogelijk. Oké, jongens, we zijn bij de buis. Meert is er al in. En hier is de buis. Hij is nu een stuk lichter, maar... We gaan proberen. Ik ben mijn zaklamp vergeten. Oeh, dit ziet er echt uit als riool. Kom. Kom heel even. Ja? Kom hierheen. Loop maar gewoon. Ja. Oké, Meerte. Maar... een viertje. En... ja, dat is best wel cool. Ja, ik zie je niet als zo. Oké, jongens, we gaan nu even lekker een geocache. En dat wordt lekker. Maar het is hier een hele mooie natuur, jongens. Dus... ik weet niet of jullie hem al hebben gezien. Kijk dit. Echt zo mooi. Oké, jongens, we lopen nu langs een mega groot voetbalveld. En als jullie al vragen waarom het zo hard gaat, is omdat de wind anders jullie hele systeempje verstoort. En dat is niet zo leuk. We zijn zojuist bij de plek gekomen. Hey. Nee. Waar moeten wij dan? Nog een... ja, maar dat is toch hier dan? Oh, we hebben de cash, maar we hebben geen pen of zo. Meer de pen! Oh, ja. Ik heb ook. Oh, lekker nee. Slim, gaan we geen cashen zonder pen? Ja, we kunnen hem nog ik kan het toch met okay, modder schrijven zover. Of met waar? Als jullie ooit nog een keer hier langskomen, dan weten jullie nu waar het zit. Kijk dan wat een pracht van de natuur hier. Kijk, hier is een hapje uitgenomen. Kijk daar ook. Prachtig. Echt prachtig. Jongens. Daar is voor later gebouw. Bij de caravan. Jongens, als jullie het ook eens afvragen waarom ik niet film als er stenen zeg maar komen. Dat heb ik expres gedaan omdat ik wil het echt bewaren voor jullie. Het is echt zo chill. En, jongens, we moeten even eten. Ik zie jullie zo weer. En we eten nu ook hier binnen omdat we buiten geen voortent hebben. Want ja, ik denk dat de regen even de regen is. Want het is wel veel regen nog. En we gaan zo meteen nog even naar de kidsclub. Goed luisteren. Ah, dit is wel... ik zie jullie zo weer even. Sorry dat ik even niet zei. De verstopper, toch? Ja. Oké. Dus moet ik jou zoeken? Ja. Oké, dus ik moet haar zoeken. Meerte? Ik moet mij zoeken. Oké. Jongens, ik ga nu dus Meerte zoeken. Meert, ik kom je zoeken nu. Nee, maar je moet je verstoppen. Zij zegt niet. Meert, ben je verstopt? Meert, ben je verstopt? Ik weet niet wat het is. De afslag. Oh, Meert is buiten. Ik zie jullie buiten. Jongens, we gaan lekker kanoën, mooi. Echt zo leuk. Jongens, we gaan kanoën. En oké, mensen, we hebben heel veel kanoën en het was heel leuk. Wie wil nog een beetje 7-up? Ja, ik wil wel. 7-up! Spreidt ook wel goed. Maar dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, jongens, ik heb even douchen nu en dan zie ik jullie daarna weer. Oké, jongens, ik heb even gedoucht en...
Ik krijg echt even ademhalingsproblemen. Want ik heb hem best wel aangezet. Maar ik denk dat we nog even... Ik weet niet wanneer we nog langs het beeld zwart. Jongens, we zijn al best lang een spelletje aan het spelen en dit is mijn geld. Het is niet zoveel. Okay, dit zijn mijn kaartjes. Oké, 5. Jongens, we gaan eerst even de 5 pakken. Oké, we hebben 10. 14, oké. En we hebben 16. 6 cent terug. En wie heeft er gewonnen? Oké, jongens, is dan duizenden keren Ravensburger. Sinds wanneer bestaan er Ravensburgers? Nog zoveel over en dat heb ik al ingeleverd in dit bakje die vol zit. En dit is mijn geld. Nou, schiet eens op. Ja, je mag wel. Eindelijk een keer gewonnen, eindelijk. 5 betalen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze... Je gaat op de chip zitten, gaat weg. Bas, je gaat even pissen aan de overkant. Ja, bedankt voor het kijken van vandaag. Jongens, vandaag gaan we voor de laatste keer naar de tunnel. En de spookster hebben we expres niet gedaan, omdat het iets te ver weg was. Wacht heel even, jongens. Oké, het is opgelost. Kijk eens daar zo naar die stoel die er ook creepy staat. Trouwens al. Dus. Het is echt donker binnen. Het is moeilijk! Nee, in het midden hier zo hoef je je benen niet meer wijs zo. Maar. Wel rustig aan, Meerte. Ja, kijk. Hier gaan we niet heen, jongens. Want. Zien jullie de muggen? Ja. Oké, jongens, we gaan even BMX'en vandaag. Kijk, ik heb hier namelijk mijn camera standaardje. En dan misschien kunnen we, als we een BMX fiets hebben, deze erop bevestigen. En dan kunnen we even doen. Ja. Ah, we zien wel. Jongens, we zien net mega grote mosselen liggen. En we gaan even terug naar in het water. Want ja, dit kunnen we ze niet aandoen natuurlijk. Dus ik zie jullie bij het water als we erin gaan leggen. Jongens, we hebben de mosselen even al een beetje onder water gedaan. En nu gaan we ze er echt officieel in doen. Zo. Jongens, hij is dieper gegaan. We hebben hem alvast in het water gelegd. Sorry dat de camera net even uitviel. Maar waar is die van jou dan? Ja, niet waar. Ging die automatisch onder water? Ja, die ging gewoon meteen onder water. Ja, maar dat komt ook omdat er een takje in de weg ligt, hè? Kijk. Oké, ja, laten we hem netjes hier leggen. Helemaal mooi, jongens. Jongens, we gaan even geocachen weer. En ja... Dan zie ik jullie bij de eerste cache. En misschien nog even tussendoor. Jongens, we zijn voor destination, oftewel bestemmingen. We gaan nu zoeken naar de cache. Dus daar gaan we, jongens. Oké, jongens, we zijn nu op de plek. En we moeten stil zijn, want er lopen hier best wel hekken op. Dus hij is 2 meter hier vandaan. Ik zie jullie als we... Die kant op. Hier is die. De cache. En wie heeft hem gevonden? Ik natuurlijk. Ja, daar ben ik weer. Maar niet zo, nee. Mama heeft hem gevonden. Ja, daar zit hij op mijn plattegrond, maar... Ja, ik zie jullie zo weer even dan. En met zo even bedoel ik bij de volgende cache. En even in de tussentijd. Jongens, ik zit lekker mors te eten, man. Echt lekker. Ja. Ik heb een smaak. Ik heb een smaak. Het is echt zo lekker. Ja. Het is echt lekker. Goed, ja. Op. Ja. Het was echt lekker. Is dit van jou? Jongen, het is 5 voor 9:30. Jongens, bedoel ik. Het
zwembad. Ik heb mijn maglight en je kunt zien, het is best wel donker. In het bos is het donker. Kijk, kijk, hier is de tunnel. Ik denk niet dat ik nog in de tunnel ga, dat ik nu jullie dat ga showen. En daarna ga ik jullie wel te rusten wensen, want ik heb maar 10 minuutjes hier en dan moet ik weer terug. Dus kijk hoe donker het nu is, echt niet normaal. Oké, we gaan even hierheen. Hier overheen. Ik doe het liever niet met mijn camera. Maar ja, het is wat. Oké, we zijn er overheen. Misschien morgenochtend nog even. Maar dan wens ik jullie alvast voor de nacht voor de zekerheid. En anders dan zie ik jullie zo meteen nog even. Jongens, we zitten al op de reis naar de volgende camping. En ook in Zweden. Ja, en daarna gaan we nog even naar het Vogelmuseum misschien. En na die camping zeg maar. We met de bootje terug. Ja, dan zie ik jullie zo meteen nog even.